De invoering van de nieuwe manier van afval ophalen door AVRI, dat men per 1 januari 2019 wil invoeren, blijft de gemoederen bezighouden. Er zijn veel vragen bij inwoners van de regio over het nieuwe systeem, waaronder de vraag hoe het geregeld is met individuele persoonsgegevens. We spraken daarover met Monique Hennekens, autoriteit op dit gebied. Nou, wat heel belangrijk is, zijn een paar vereisten die er in ieder geval zijn waaraan voldaan moet worden. Het eerste is dat er een doel is die de gemeente heeft, als de gemeente of de AVRI heeft of BSR heeft, om gegevens te mogen verwerken. Mag er geen gegevens worden verwerkt als daar geen duidelijk doel voor bestaat, en dat doel moet ook ergens zijn vastgelegd. Daarnaast moet er een grondslag zijn. Bijvoorbeeld de uitvoering van een publieke taak. Nou, dat zou de gemeente als grondslag kunnen hebben. Maar het kan ook zijn een grondslag, bijvoorbeeld de gerechtvaardigd belang om bepaalde gegevens te verwerken. En daarnaast, wat heel belangrijk is, is dat de mensen worden geïnformeerd. De verwerkingsverantwoordelijke, die dus verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, die zal de mensen moeten informeren wat zij met hun gegevens doen, voor welke doelen zij de gegevens gebruiken en welke gegevens zij gebruiken. En ook of er eventueel gegevens worden verstrekt aan derden. Iedereen moet op een makkelijk toegankelijke wijze informatie kunnen krijgen en ontvangen ook, er moet actief worden gegeven, van de gemeente dan wel de andere partijen, over wat er met hun gegevens gebeurt. Heel belangrijk is om te weten, wat heeft de gemeente nou precies voor een afspraken gemaakt en waar zitten de verwerkingen en de rollen van partijen. Stel dat de gemeente heeft gezegd, wij willen de afvalinzameling, wat een publieke taak is van de gemeente, die willen we overdragen aan een andere partij, zoals bijvoorbeeld AVRI. Dan zou het kunnen zijn dat de gemeente heeft gezegd, nou, dan willen we ook dat alle verwerkingen door AVRI worden verricht. En dan is het afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn tussen de gemeente en AVRI, hoe dan de privacyrechtelijke rollen zijn ingedeeld. AVRI heeft al bekendgemaakt dat incontinentiemateriaal in het eerste jaar nog niet apart kan worden ingezameld. Daarnaast is ook de definitieve tariefstelling onderwerp van discussie.